Het Rode Meisjeskoor, de Rodem Girl Choristers, is een koor dat gedreven wordt door 20 choristers die zich inzetten voor klassieke muziek, klassieke zang. Het is een stel meiden die een hele sterke onderlinge verbondenheid met elkaar voelen en die vanuit hun passie communiceert met hun publiek. De Rodem Girl Choristers kiezen ervoor om in de Anglicaanse traditie te gaan staan. Dat doen we niet alleen maar in navolging van de heldere, kernachtige klank zoals de Engelse jongens- en meisjeskoren die hebben. Maar we proberen ook in hun voetsporen te treden door zo vaak mogelijk evensongs in Nederland te laten horen. Ik ben artistiek leider van de Rodem Girl Choristers en samen met een team van organist Sietse de Vries en zangpedagogen Elisabeth Kooi en Christy Lut verzorgen wij de opleiding van de meisjes. De meeste kinderen komen met een jaar of 6 bij ons binnen en leren dan vanuit het innerlijke gehoor te musiceren. Ritmische oefeningen, solfège oefeningen, theorie komt aan bod en dat doen ze aan de hand van een snaarinstrumentje, het cymbaal. Wil je het nog een keertje doen? Ja? Zullen we dat doen? Zal ik er toe bij schrijven? Of ik fluister wel even in je oren als we daar komen. Nu ga ik het niet vergeten. Komt ie, nog een keertje van de tijd. 1, 2, 3, 4. Goed, jullie mogen eerst eens eventjes lekker je handen los gaan gooien. Ja, echt bam. Denk maar even aan het voorbeeld van een grote roofvogel die zijn vleugels uitslaat en van de wind gebruik maakt om omhoog te komen. Niet de adem gaan vastzetten, maar juist bij de hoge noot voelen dat je je adem gebruikt. Yes? Jonge kinderen krijgen ook al gauw de gelegenheid om mee te gaan zingen in het koor. Als ze wat verder zijn in een opleiding, dan worden ze op een gegeven moment probationer. Dat is naar Anglicaans voorbeeld. Is gewoon Engels woord voor proeflid. En in de fase van probationer zingen ze dus bij alle concerten mee en gaan ze zich voorbereiden op een auditie bij het koor. Om tot een eenvormige koorklank te komen, is het belangrijk dat alle meiden individueel geschoold worden. Dat doe ik dus samen met mijn team. Een aantal meiden kunnen wel wat extra uitdaging gebruiken en worden vervolgens uitgenodigd om op sololes te komen. En op zo'n manier hou je momenten dat een meisje door kan groeien door haar hele koorloopbaan heen. Soms heb je van die momenten dat het allemaal mooi samenkomt, dat er een soort chemie ontstaat en je terugkijkt op een moment waarvan je weet van dit draag ik de rest van mijn leven met me mee. Voor mij en voor deze meiden was dat in 2016 toen we met Reinbert de Leeuw en het Nederlands Kamerkoor de Matthäus Passion uitvoerden in Tivoli Vredenburg in Utrecht. De meiden stonden op de galerijen en zongen van bovenaf O Lam Gottes unschuldig. En dat
was zo betoverend mooi, dat vergeet ik echt mijn hele leven niet meer. Er staat een heel betrokken oudergroep om dit koor heen. Dat blijkt uit de vele vrijwilligerswerk dat er gedaan wordt binnen het koor. Ik vind altijd een mooi voorbeeld daarvan, op het moment dat wij ons weer voorbereiden op een studiereis naar Engeland, dan zetten de ouders zich geweldig in om het sponsorgeld weer bij elkaar te krijgen, om zo'n reis te financieren. Eén keer in de twee jaar doen wij ons best om naar Engeland te gaan. En op die reis komen we erachter dat het koor niet alleen draait om zingen, maar dat het ook draait om vriendschap die je door zingen opbouwt. En dat komt de muziek ten goede. Het zingen van evensongs zien we als ons dagelijkse kost. Maar zo nu en dan een taartje is natuurlijk ook heerlijk. En dat zijn de Festivals of Lessons and Carols. In het koor hebben we een hiërarchie waarin de oudere meiden de jongere meiden meenemen en coachen. Wij als leiders staan dan weer boven en het is onze taak om ervoor te zorgen dat alle meiden zich goed voelen en lekker in hun vel zitten. En dat ze naar ons toe kunnen komen als er iets is. Met een aantal oudere meiden van het koor vormen we Rode Girl Voices. Wij hebben een eigen repetitie en we hebben ook eigen repertoire. We zingen dan met z'n negenen ongeveer, dus elke stem die telt.